Ik ben Steven van der Maas van Giants Store Amersfoort. Mooi fietsje. Ja, zeker. Heeft een waanzinnige vlucht genomen, hè? Die fietsen met allerlei bijzonders en toeters en bellen. Ik bedoel, vroeger hadden we een heren- en een damesfiets en een omafiets. En dan was het. Nou, mensen zijn zich ook steeds meer bewust dat ze moeten bewegen. Dus ja. Vooral racefietsen en mountainbikes, dat is, daar zit een gigantische groei in. Ja. En dat is mooi, er is berekend dat de gemiddelde Nederlander ongeveer 12 kilometer van zijn huis af woont. Ja, waarom zou je dat niet op de fiets doen? Mensen zijn zich ook steeds meer bewust van de vervuiling. Ja. Dus er zijn er een hoop die vanwege die overweging gewoon lekker op de fiets zijn. Waanzinnig veel redenen om jouw klandizie te voeren, zeg maar zeggen. Dan word je op een ochtend wakker en dan denk je, ik word fietsenmaker. Of gaat het zo niet? Nou, om eerlijk te zijn zat ik op op school om voor automonteur te leren. Ja. En ik kreeg redelijk snel in de gaten dat het niet helemaal was voor mij. Ja. Wat ik wel zou moeten doen, wist ik op dat moment niet. Mm-hmm. En toen zei mijn moeder eigenlijk, waarom word je niet net als opa fietsenmaker? Ja. Toen dacht ik, nou ja. En toen dacht ik, altijd mis. Ik ben dus gaan stage lopen in het bedrijf waar ik nu dan eigenaar van ben, toevallig. Ja. En dat beviel me eigenlijk zo goed. Ja. Dat ik eigenlijk ben blijven plakken. En dat beviel de baas toen blijkbaar ook goed, want die zei van, je mag wel blijven. Ja en nee. Het eerste jaar dacht hij nog, dat wordt hem niet. Nee, want? Ik was redelijk nieuwsgierig en eigenlijk te nieuwsgierig. Ja. Dus bij iedere... Waarom? iedere tip die hij gaf, ja maar waarom dan? Ja. En het kan toch ook zo? En daar werd hij stapelgek van. Stapelgek. En over wie hebben we het dan? Steven Kozijnsen. Ja. En is die later nog weer uit de inrichting gekomen of is hij toch toe moeten blijven? Nou, die baalde er echt van. Toen sloeg hij met zijn vuist op tafel en nou is het afgelopen. Ja. We gaan je contract niet verlengen. Oh. Toen heb ik hele fijne collega's gehad die het wel in mij zagen. Ja. Die vroegen of ik dan toch mocht blijven. Ja, ja, okay. Om het nog even aan te kijken. En dat is gebeurd. Ja. En vanaf dat moment was het kwartje gevallen. Ja, okay. Van 16 tot 17, een jaarcontract. Oh, ik dacht dat je in je stage zo raar zou zijn. Toen was het echt heel erg leuk. Ja, ik heb geweldige rapportjes gekregen van hem. Ja. In een map moesten we verslagen schrijven. Nee, dat deed hij zo, daar heeft hij me echt gecomplimenteerd. De hemel ingeprezen. Ja, en dat vond ik echt leuk. Ja. Oh, en dat was ook echt, dat is het altijd geweest, een gezellig bedrijf, een goed bedrijf. Ja. En op enig moment zei je van, weet je wat, je koopt die hele token van je klaar, toch? Ja, ik heb vanaf dag 1 aan gezegd dat ik dat graag wilde, dat is mijn ambitie. Ja. Nou, het eerste jaar ging het dan niet zo goed, nee. Maar vanaf toen is het eigenlijk als een speer is die ontwikkeling omhoog gegaan. Okay. En op een gegeven moment dan wil je meer, dan heb je het gevoel van je loopt vast, zeg maar. Ja. Ja. En dat heb ik altijd uitgesproken en mijn voorganger die heeft me dat gegund. Ja. Dus, nou, prima. Jij mag het hier gaan doen op jouw manier. Ja. En hoe lang doe je dat inmiddels? 14 jaar. 14 jaar. Ja. En goede keuze geweest? Ja, zeker weten. Ja. Dus jij hebt het naar je zin. Ja, enorm. In het begin ben je nog wat onzeker. Ja. Ik was vrij jong namelijk, 21. Ja, dat is zeker jong en dan, om zo'n zaak over te nemen. Ja. En dan val je nog wel eens terug op de oude eigenaar. Ja, Dat kon ook. Tips. Dat kon ook, want ik heb een hele goede relatie altijd met hem gehad. Ja. Okay. Alleen na een paar jaar, de markt die verandert. Dus als de een er een paar jaar uit is, dan moet je toch echt allemaal zelf gaan doen. Dan moet je je eigen koers gaan bepalen. Precies. Ja. En nu heb jij zo nu en dan van die stagiaires die je de oren van je kop vragen. Ja, maar dat valt tegen eigenlijk. Ja? Ja, redelijk te midden. De stagelopers die ik krijg, die zijn redelijk terughoudend. Ja.
verbaal niet zo heel sterk. Niet van die eigenwijze mannetjes zoals jij er een was. Nee. Oké. Nee. Wat zijn de leukste kanten aan jouw beroep? Wat zijn dat de dingen waar je echt 's ochtends van wakker wordt dat je denkt, wauw, vandaag lekker? Nou, kijk, wat gewoon heel erg leuk is als je een klant hebt die blij is met hetgene wat je voor iemand doet. We hebben een heel servicegevoelig vak. En als dat gewaardeerd wordt, dat is het allerleukste. Ja, ja. Op technisch vlak is het natuurlijk leuk om een probleem op te lossen die een ander niet opgelost krijgt. Nou, dat is dan persoonlijk, vind ik dat erg leuk. Ja. Maar het mooiste van het vak is gewoon mensen blij maken. De historie van bedrijven is dat we hele toegankelijke... een toegankelijk bedrijf zijn. Nou, dat proberen we ook op de jongens over te brengen. Ja. Ja. Dat deed mijn voorganger ook. Was ook een heel toegankelijk mens. En dat proberen we op voor te borduren. Wat zijn de nieuwe plannen voor de toekomst? Nou, de nieuwe plan is om ons werkgebied te vergroten. Mm. Dat kan ook omdat we een giant store zijn. Ja. Dus we hebben nu bijvoorbeeld het gebied Leusden erbij geclaimd. Daar zit geen giant winkel. Ja. En daar gaan wij... nu op richten om daar het een en ander wat nadrukkelijker in beeld komen. Ja, precies. Nou, we doen ook fietsen ophalen en wegbrengen. Tenminste, dat gaan we vanaf volgende maand gaan we er starten. Okay. Een iets langere auto gekocht om ook fatsoenlijk fietsen mee te kunnen nemen. Dat hebben we voorheen ook niet gedaan. Dus weer een stukje extra service. Ja. Ja. Waar vinden we jullie nou? Onderaan de echte berg. Onderaan de enige echte berg. Van Amersfoort.